vandaag voor het eerst kennis maken met de korte braadbraderij, volgt hier een korte uiteenzetting. Een korte braadbraderij is een soort afvalrace, ofwel knock-out race, waarbij je telkens twee paarden tegen elkaar zullen strijden. Tot aan het eind van de wedstrijd het aantal paarden is gereduceerd tot vier. Die zullen dan strijden op eerste, tweede, derde en vierde prijs. Als u naar het programma kijkt, ziet u aan de linkerkant dat alle vandaag deelnemende paarden koppelsgewijs zijn ingedeeld. Paard 1 zal strijden tegen paard 2, paard 3 tegen paard 4, paard 5 tegen 6 enzovoort. Aan het eind van de eerste ronde, of zoals ze dat in korte baantermen noemen, de eerste omloop, hebben we dus nog maar de helft van het aantal paarden over. En die gaat door naar de tweede omloop. De verliezers mogen naar huis. In de tweede omloop valt ook weer de helft af. En zo gaan we door tot we uiteindelijk zijn aanbeland bij de beslissende omloop, waar vier paarden gaan strijden om de eerste, tweede, derde en vierde prijs. Een paard moet 2,5 van zijn tegenstander winnen om over te mogen naar de volgende omloop. Als dus paard 1 2,5 wint van paard 2, dan gaat paard 1 over naar de volgende omloop. Mocht het echter zo zijn dat de ene rit wordt gewonnen door paard 1 en de andere rit door paard 2, dan hebben we een onbesliste situatie en dan zal het extra barrage rit, of zoals dat in van die. Een verzoek aan de organisatie, zo u wilt, voor de firma Best en voor de functionarissen of de lunchpakketten.